Goedemorgen iedereen. Het is zondag en het is vandaag mijn meitekindje haar communie, Bente. Dus ik ga naar de kerk. Niels, niet. We mogen maar met 6 in de kerk en Bente heeft mij gekozen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me een beetje angstig voel, want zo'n dingen als naar de kerk gaan, doe ik niet heel graag. Dus ik ben een beetje zenuwachtig, maar oké, het komt helemaal goed. Eens ik daar ben, zal dat wel beter zijn. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Oké, dit is het kleed wat ik aan heb. Zo'n zebra print kleed. Ik vind het echt super mooi. Het is van een winkeltje uit Beringen. En dan mijn sneakers zijn naked. Ik dacht, ik ga dat met sneakers doen. Dat maakt het zo toch wat hipper. En dan ga ik een zwart fluffy kort jasje erop doen. Want ik denk dat het in de kerk best wel koud is. Dus ik wil geen kou hebben. Daarin ga ik een dikkere jas aan doen. Ik ben terug van de communie in de kerk en het was wel oké gegaan, dus ik ben blij. Het was wel heel schattig, ik ben altijd echt een heel mooi kleedje en echt super cute. En nu gaan we vertrekken naar het feest waar alleen Niels en ik zullen zijn en Bent en Peter en die vrouw. Dus. En dan ja, natuurlijk Bent en Karen. We zijn thuis van het communiefeest. Het was echt zo leuk. Het is eigenlijk al laat, hè? 8 uur is het. Dus we zijn echt. Ja, ik ben om. Ah, ik heb kattenhaar, sorry. Milky haar, ik heb net Milky vast gehad. Maar we zijn. Ik ben om 11:15 naar de kerk gegaan en dan om 12:30 naar de kerk was, een uur. Dus. Oh, tot 12 en dan om 12:30 ben ik Niels komen. Allee, om 12:00 ben ik Niels komen halen en om 12:30 zijn we teruggegaan om te eten. We hebben super lekker gegeten. Tante Karen en mijn onkel Erwin die hadden een traiteur en het was echt super lekker. Ja, echt super goed gegeten. Ook nog dessert en taart en. Alles wat je gewoon maar wou, was er. Het was echt heel gezellig. We hebben heel fijn gebabbeld. En het was een heel fijne dag. Ja, het is 8:00. Dus dat is echt al genoeg, denk ik. We zijn er van 12:30 tot 8:00 geweest. En ik heb ook nog een heel leuk. Een leuke attentie gekregen. Ik zal het ook nog even laten zien. Heel leuk. Ik heb zo'n kava-fles gekregen. En daar staat op. Meter. You're not just special, you are limited edition. En een foto van mijn supermooi metekindje. Echt de cutest en de mooiste. En dan dit ben ik, zei ze, en dat is Bente. En dan hier staan zo droog bloemetjes, roosjes. Echt zo mooi. Dat ga ik wel hier ergens zetten. En dan ook nog zo een klein potje. En daar zitten snoepjes in. En dan ook nog wel een kaartje. Oh, dat had ik nog niet gezien. Die heeft zelf Talisa en Niels geschreven. Een kaartje met nog een foto op. Zo om te zetten van haar communie. Ik probeer het open te doen. Kijk hoe mooi. Oh, ja, echt super cute. Echt heel mooi. Super tof.
En ik ben echt heel dankbaar dat ik van zo'n mooi en lief kind meter mag zijn. Dus echt, Bent is echt, ja, is echt gewoon een zalig kind. Echt waar. Echt een engeltje. Dus dat is wel heel fijn. En ik ben ook gewoon heel blij dat ik aanwezig mocht zijn op haar speciale dag, haar eerste communie. Want ja, nu in coronatijd is dat toch wel moeilijk. En zeker met de verstrenging terug, mocht je maar zoveel personen. Dus dat was wel een heel gedoe. Want normaal ging het een feest worden buiten in een tent. En dan ging ja, gewoon heel de familie er zijn. Het is niet zo'n grote familie aan mijn mama's kant. Dus dat viel mee. Dat was denk ik nog binnen de 10 mensen of zo. Maar ja, nu mocht dat natuurlijk niet meer. En Bent had mij gekozen om erbij te zijn. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor. En dat vind ik echt heel fijn dat ik erbij mocht zijn. En nu dat we terug thuis zijn, ik hoop dat jullie me zien, dubbele kin, gaan Niels en ik het bad opzetten. Niels, heb je het bad al? Nee. Ik denk dat ik dat in de week heb laten zien, zo'n dubbel gekregen. En, gekocht, aangeschaft. En, hier is hem. Ik wil dat zo graag doen, ook al is het al 8 uur. Ik wil echt graag in bad gaan, dus we gaan die opzetten en testen. Okay, we gaan het hier proberen te zetten. Dus de douchedeur open en dan hier het bad. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken. We zijn net in ons badje geweest hier. En ik moet zeggen, top systeem voor als je geen bad hebt. Vind je niet? Ik was heel kritisch, maar ja, hij vond het eerst belachelijk, maar daarna vond hij het toch leuk. Dat is waar. Ja, hij wou eerst niet erin gaan, maar na zagen toch. Maar het was echt wel fijn. We zijn het nu aan het laten leeglopen, ook wel super handig. Want je hebt zo in het badje een stop en dan heb je een kabel en die leg je eigenlijk, een kabel, een buis. Een afloop. Een afloopbuis en die leg je in je afloop van je douche. Of als je dat badje buiten zet of zo, dan kun je dat natuurlijk naar, even het licht uit doen, naar buiten laten lopen. Maar ja, ik vond het echt heel tof. Ik ben blij dat we een badje hebben. Als het leeg is, dan ga ik dat droogvegen. En dan ga ik dat op de rommelkamer even zetten. Tot ik het weer wil gebruiken volgend weekend of zo, denk ik. Oh, ja. Het is de volgende dag. En ik wou jullie even laten zien nog hoe ik het bad ga uitvoeren en of dat easy is. Ik heb net gezien, al het water is er echt helemaal uit. Het is ook gewoon voor het grootste deel al helemaal droog. Ik heb het uitgespoeld ook nog gisteravond. Amai. Even buiten adem van de trap te doen. Oeh. Niks gewoon. Dus ik heb het ook helemaal uitgespoeld. Dus het enige wat ik nog moet doen is het afvegen eigenlijk. Het was echt super easy. Dat had ik niet verwacht, want hier was ik wel heel sceptisch over het opruimen. Dus ik ben benieuwd. Oké, het is echt helemaal droog binnenin. Ik denk gewoon dat ik dat ga toeritsen en zo op zijn kant in de rommelkamer zetten. Ik wou dat eerst aflaten
en terug. En die hoes, die zit daarin. En die hoes steken. Maar ik denk dat ik zondag of zaterdag al opnieuw wil gebruiken. Dus ga ik die moeite niet doen. En just like that, hupsa, weg. Echt 5 minuten werk. Nog niet. Ik heb het hier gezet. Dus dan kan ik het gewoon het weekend opnieuw nemen. Oké, ik ga de vlog hier ook afsluiten. En aan mijn dag beginnen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer.